Allereerst, wat viel op aan de cijfers die net gepresenteerd zijn? Groei naar het cijfer van de individuele banken. Ja, er zit nog wel 3-4 punten verschil tussen, maar het komt daar wel dichterbij. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Toch, ik wil het feestje niet bederven, maar het is wel een 6-. Hoe dragen wij als bank nou bij aan een betere samenleving? En dan zou je het eigenlijk, u begon over het regeerakkoord. En gaat het dan over thema's als verduurzaming en waar je in investeert? Ja, maar het gaat wel over meer. Het is heel makkelijk om te denken, oké, dat doen de ASN's en de Triodos van deze wereld. Het zijn regio's, die staan onder druk. Ik kom zelf uit Groningen. Er zijn heel veel mensen die willen niet meer in Oost-Groningen wonen. Bijvoorbeeld dan bij Steve Jobs en Apple. Als ik een iPhone koop en je ziet zo'n man en je weet wat je verwacht, je weet wat je krijgt. Maar ik hoef niet het contact met de Apple-jongen in de winkel. Kijk, Steve Jobs die vroeg nooit wat de klant wilde, want die keek hoe het ging en hoe het erop gereageerd werd. En als je klant vraagt, wat wil je gebeld worden? Ja of nee, maar wanneer dan wel, als je rood staat of als je problemen komt, best moeilijk. Mijn baas Kees probeert nadrukkelijk de beelden die hij bij ons merk wil hebben veel meer over het voetlicht te brengen dan een paar jaar geleden. Om daar ook inkleuring aan te geven. En dan kan je, ik wil hem niet vergelijken met Steve Jobs, maar dan kan je ook een link ermee opbouwen als je dat aanstaat. Dus jullie moeten eigenlijk misschien, of de CEO, of iets zichtbaarder zijn misschien naar buiten toe. Okay. Ik heb ook in het gesprek, vergeleken ik het meer met een politieke partij. Dat is iets waar je vertrouwen in hebt, maar je hebt ook wel een persoon die partij vertegenwoordigt. Hoe kijk jij terug op het gesprek als klant? Het was een goed gesprek. Zeker waar ik vandaan kom, want ik had echt een behoorlijk conflict gehad. Nou, dat is gewoon heel netjes opgepakt. En wat ik gewend ben bij mijn eigen huisbank, is dat er dan altijd een soort defensief verhaal komt achteraf. Om je toch even op je plek te zetten van, maar het lag eigenlijk echt bij jou. En nu was het gewoon een open, eerlijk gesprek van, wat hebben we hieruit geleerd? En hoe gaan we hier verder? En hoe kijk je er tegenaan? En ik zou dus wel gebeld willen worden van, hoe gaan de zaken nu? En kunnen we daar even een gesprek over? De ene mevrouw die wil dat wel. En de andere mevrouw die wil het niet. Waarom vraag je dat niet gewoon aan een klant? Van hoe zou u bediend willen worden? Dus laten we het verder fixen met elkaar. Samen vooruit. Als de intenties goed zijn, dan mag je vergissingen maken. Ja. Weet je, met goede intenties en dat blijft doorgaan. Zeg maar, daar ben ik echt vertrouwen in dat het langzaam beter gaat. En gelukkig toont dat aan. Natuurlijk, ik ben niet tevreden. Het moet sneller. Maar ik ga liever langzaam de goede kant op dan de verkeerde kant op.